Voor de Eben Heesterschool in Den Helder begint er na de zomervakantie een nieuw hoofdstuk. Zo komt er een nieuwe naam en logo en een nieuwe manier van lesgeven. Dinsdagmiddag werd het nieuwe naam en het logo op een feestelijke manier bekendgemaakt. Ja, we gaan IKC de Optimist heten. En waarom de Optimist? We hebben voor gekozen voor een naam die nog niet zo heel veel voorkomt op de basisscholen. We hebben gekeken naar een naam die past bij waar we voor staan. Wat we willen uitdragen. En dan komen we altijd op een positief gevoel. We willen graag blije gezichten zien op school. Moet plezier hebben. Dus vandaar het stukje het optimist zijn. Ja. Maar een optimist is ook een zeilbootje. En een zeilbootje zorgt ervoor dat kinderen de basisvaardigheden leren op een optimist. Om later de wijde wereld in te kunnen op een zeilboot. Nou ja, en een basisschool is de basis van het leren om daarna de wijde wereld in te gaan. Wat is er vandaag om dat te doen? Nou, je kan eten, drinken en dingetjes kopen en spelletjes en zo. Gaan jullie ook nog optreden? Ja, ik denk dat we nog één dansje moeten doen en die heet ook de Optimist. Hey, wat verkoop je allemaal? Tegels, dingetjes voor onder je beker, voor je beker. Wat ga je allemaal met het geld doen? Wat gaat ermee gebeuren? Voor de school. Oké, en weet je al wat ze ermee gaan doen dan met het opgehaalde geld? Nee. Dat is allemaal nog een verrassing. Ja. En wat gaat er nog meer veranderen op school? Het onderwijs gaat eigenlijk helemaal veranderen. Eigenlijk wordt het een school in een nieuw jasje, letterlijk en figuurlijk. Nieuwe naam, een nieuw logo, maar daarnaast ook het nieuwe onderwijs. We gaan onderwijs op maat geven, wat betekent dat we niet meer in de traditionele groepen gaan werken met één juf of meester op een groep kinderen. Maar er komen straks 3 teamleden op een grote groep kinderen. En daarmee kunnen we het onderwijs op maat gaan geven wat kinderen nodig hebben. We gaan recht doen aan wat het kind nodig heeft. Wanneer gaat het echt allemaal beginnen? Na de zomervakantie. Op de eerste zaterdag van de zomervakantie vindt er een verbouwing plaats. Dus de school krijgt ook een verbouwing. Er worden muren gesloopt, de lokalen worden geschilderd. En dan de eerste schooldag op 29 augustus gaan we ook weer groots openen. Maken we er ook weer een feestje van.